allemaal, ik ben Anna en ik ben boswachter hier op het prachtige Texel. En ik ben hier vandaag samen met Masha. Hoi, ik ben Masha van Nationaal Park Duinen van Texel. Een heel mooi nationaal park met een grote diversiteit aan landschappen. En om de dag van het Nationaal Park te vieren nemen jullie vandaag mee naar een van mijn lievelingsgebieden, de Slufter. Oké, hey, let's go! We zijn hier in de Slufter, misschien wel een van de meest bekende natuurgebieden op Texel. En wat dit gebied zo speciaal maakt, is eigenlijk dat gat in de duinen wat je ziet. Ooit hebben ze geprobeerd om dit in te polderen, maar de dijk bleef maar doorbreken. Toen hebben ze gezegd, nou, laat dan ook maar, we laten het gebied zoals het is. En dat maakt het zo uniek, omdat de zee hier af en toe nog naar binnen stroomt. In de winter, als je hier bent en het heeft hard gestormd, het is hoog water, dan heb je eigenlijk een hele binnenzee. En dat maakt dus dat hier allemaal bijzondere plantjes groeien die tegen zout water kunnen. En dat gaan we nu van dichterbij even bekijken. Nou, we lopen hier nu het gebied in. En Masha, je zei net dat dit eigenlijk jouw lievelingsgebied is. Ja, ik vind het een heel mooi gebied. Omdat het elke keer als je hier komt, dan loop je de dijk over. En dan elke keer is het uitzicht compleet anders. Soms heb je hier heel veel water na een flinke storm. Ja. En nu heb je hier bijvoorbeeld heel veel paars van het Engels gras. Meteen even showen. Wat het leuke is aan alle plantjes die hier groeien, is dat ze dus allemaal tegen zout water kunnen. Omdat soms, waar ik nu lekker droog zit, is het gewoon hartstikke nat omdat de zee binnenkomt. Dus al de plantjes hier hebben een soort slim systeem bedacht om met dat zout water om te kunnen gaan. En dat is ook een beetje meteen hun concurrentievoordeel. Dus daardoor kunnen zij hier wel groeien en andere plantjes niet. Wat hebben we allemaal gevonden? Zeeralsem en heel veel. Verderop lamsoor. Nou, en dat heet niet voor niks lamsoor. Kijk maar naar de blaadjes. Wat ik dus ook zo tof vind hier in het gebied, is dat je gewoon van de paden af mag. Meestal als boswachter let ik erop dat iedereen op de paden blijft, maar dat hoeft hier dus niet, want je mag hier gewoon vrij struinen. Het is een gigantisch gebied en een heel groot deel daarvan is bereikbaar voor mensen om lekker doorheen te wandelen. Hoor je de veldleeuw ritten, Masha? Ja, mooi hè? Deze strandvlakte hier is ook een prachtig broedgebied voor strandbroeders. Daar gaat het niet zo heel goed mee in Nederland, dus er zijn nog maar een aantal plekken eigenlijk waar ze terecht kunnen. En daar is hier dit stukje van de Slufter is er één van. Natuur en gezondheid is het thema van de nationale parken dit jaar, natuur doet je goed. En dat vinden wij een heel belangrijk thema. Je merkt het al fysiek als je in de natuur bent, dat je er enorm van opknapt, van de frisse lucht, van het buiten zijn, van de rust. Ja, en dat je meer gaat bewegen inderdaad. Je gaat toch altijd wandelen of fietsen in de natuur. Maar naast dat fysieke is ook een belangrijk deel de mentale gezondheid en de effecten. Dat je, nou ja, het is echt bewezen dat je bijvoorbeeld minder snel depressief of angstig wordt als je vaak buiten bent. Ja, en juist nu is dat wellicht wel heel belangrijk.